bij deze nieuwe video. Vandaag wordt het echt één grote uitlegvideo, want ik ga vandaag laten zien hoe je een make-up look kunt maken voor beginners. Ik heb al een keer zo'n video gemaakt, zo'n beginners make-up video. 2 jaar terug of zo, was een beetje in het begin van mijn kanaal. Die video is heel goed bekeken, maar ik kreeg heel veel commentaar over dat de look veel te moeilijk is voor een beginner. Alleen wat veel mensen niet begrepen aan die video, wat ook een beetje aan mij ligt, want ik had het niet in de titel gezet, maar wel in de beschrijving. Maar mensen lezen geen beschrijving. En dat is dat die video een glam look was voor beginners. Dus hij was inderdaad iets moeilijker, omdat het dus een full glam make-up look is, maar dan voor beginners. Maar ja, aangezien ik het niet in de titel had gezet, snap ik de verwarring. Dus bij deze vandaag een makkelijkere make-up look dan die video. Dus het wordt iets meer beginnersvriendelijk. Het wordt een beetje een dagelijkse glam make-up look, als ik het zo kan noemen. Maar het is echt een heel stuk minder glam. Die andere was echt contouren en alles. Vandaag hou ik het iets meer simpel. En ik ga dus elke stap helemaal uitleggen voor jullie, om het makkelijk te maken voor alle mensen die net zijn begonnen. Ben jij nou echt al een expert in make-up en weet je alles al, dan is het misschien niet de video voor jou. Maar je kunt hem natuurlijk gewoon alsnog bekijken. Ik heb ook gewoon wel eens dat ik gewoon beginnersvideo's bekijk. Gewoon voor de lol en voor de extra tips, want je kunt altijd bijleren. En ja, dan gaan we gewoon snel beginnen. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkbrauwen. Die doe ik altijd voordat ik met de video begin. Ik heb een wenkbrauw tutorial op mijn kanaal staan. Alleen is die al best wel oud, dus ik ga binnenkort een geüpdate maken. Ook heb ik een geüpdate wenkbrauwroutine op mijn Instagram staan. Bij mijn hoogtepunten bij How To, daar staat er een videootje over. Mocht je willen weten hoe ik mijn wenkbrauwen doe. Oké, we gaan eerst beginnen met het gezicht. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Waarom moet je je gezicht primen? Of ja, je moet niks. Waarom mag je je gezicht primen? Dat is vooral zodat je make-up er beter op gaat zitten, er mooier uitziet en ook langer blijft zitten. Er zijn echt super veel verschillende soorten primers. Je kunt het beste gaan voor een primer die matcht met jouw huidtype. Dus heb je een droge huid, een normale huid, een vettige huid of een gecombineerde huid? Heb jij nou een droge huid, net als moi, ik heb een normaal tot droge huid, dan kun je het beste gaan voor een glowy primer, zodat je gezicht niet zo droog wordt. Heb jij een vettige huid, kun je het beste gaan voor een matte, zodat het vettige weghaalt. Heb je een gecombineerde huid, combineer dan ook 2 primers. En heb je een normale huid, dan kun jij opdoen whatever you want. Zoals ik al net zei, ik heb een normale tot droge huid. Het is nou zomer, nou is mijn huid iets meer normaal. Dus ik kan in principe elke soort primer gebruiken die ik wil. Een primer die ik heel fijn vind en die echt geschikt is voor elk soort huid, dat is de Bygelsha Face Elixir. Deze is echt super, super fijn. Hij is te koop bij Boozy Shop of gewoon op de Bygelsha website. Dit is dus gewoon een gouden elixir. Kijk, hij is goud. En deze is super fijn voor je huid. Hij laat je make-up er langer op zitten, want hij plakt een beetje. Hij maakt je huid mooi gehydrateerd. Dat is zowel voor de droge als de vettige huid heel erg fijn. Dus deze adviseer ik altijd iedereen. En wat ik dan doe is het insmeren en dan een beetje zo indrukken. Je voelt dan ook dat het een beetje plakkerig is. Dat is altijd wel fijn. Dan foundation. Voor alle beginners raad ik voor foundation aan. Een foundation met een lichte dekking. Omdat die gewoon een stuk makkelijker zijn om mee te werken. Ik heb hier de Benefit Hello Happy Foundation in de kleur nummer 4. Deze alleen volgens mij nou wel iets te licht. Ik zou normaal 5 doen. Maar 4 kan ook wel. Omdat het dus zo een lichte dekking is, maakt het niet per se uit welke kleur je pakt. Het maakt wel een beetje uit, obvious. Maar niet super super veel, omdat het toch licht dekt. Dus mocht jij nou een kleur hebben gepakt die toch net niet matcht, dan valt dat helemaal niet op. Ik breng hem aan met mijn Nabla spons. Een foundation met een lichte dekking is ook heel erg vergevingsgezind. Omdat het dus echt een lichte dekking heeft. Als je een foutje maakt of iets te veel opdoet of iets te weinig of de kleur matcht niet helemaal. Allemaal van die soorten fouten die je gewoon snel maakt als beginner, valt het gewoon bijna niet op. En als je je foundation aanbrengt met een spons, zorg er dan voor dat je echt zo dept en niet veegt. Want als je gaat vegen met een spons, dan veeg je gewoon alles weg. En dat is niet wat je wilt, dan heb je geen mooi eindresultaat. Dus probeer gewoon echt zo te deppen over je hele gezicht.
Vergeet ook niet je oren en breng het helemaal tot aan je nek. Want als je hier stopt, krijg je zo een masker effect. En dat is niet wat je wilt. Dus zorg ervoor dat je het een beetje zo naar beneden trekt. Dan concealer. Ik hou altijd heel veel van concealer, omdat dat mijn gezicht gewoon echt heel erg wakker maakt. Ik breng het altijd aan onder mijn ogen, een beetje hier op mijn neusstreep en bij mijn kin. Je kunt ook spot concealen. Spot concealen is als je wat vlekjes hebt op je gezicht, acne, heb je een puist of wat dan ook. Pak dan een concealer in jouw huidskleur. Breng die aan op de plekjes die jij extra wilt bedekken en dep het gewoon zo'n beetje in met je vinger. Ik heb een vrij egale huid. Ik heb dat niet echt, dus ik breng gewoon mijn normale concealer aan. Ik vind het altijd belangrijk dat hij goed dekt, want ik wil dat het gewoon hier mooi mijn wallen bedekt en alles. Ook al pak je een lichtere kleur dan je foundation. Dus 1 tot 2 tinten lichter. Een concealer die ik heel erg fijn vind is de Maybelline Fit Me. En ik vind die ook echt heel fijn voor beginners, omdat die niet snel opdroogt. Dus je kunt best wel sloom doen en dan wordt het alsnog mooi. Dan hoef je niet zo te haasten. Ik breng het altijd aan vanuit mijn binnenste ooghoek en dan zo naar de buitenkant. En ik breng ook altijd zo een beetje aan op mijn neus, zodat het mijn neus straks iets smaller maakt. En dit doe ik dan bij allebei de kanten. Ook is hij lekker vloeibaar en dat vind ik ook heel fijn, want dan blendt hij gewoon makkelijk. Hier bij mijn kin heb ik het meeste structuur, dus daar breng ik ook altijd nog aan om het iets meer te bedekken. En een beetje hier bij mijn voorhoofd. En een streep op mijn neus. Zo maak je je neus ook weer smaller. Tenminste, dan lijkt hij smaller. En dit blend ik dan weer zo in met mijn spons. En blijf het gewoon inblenden totdat het mooi helemaal is weggeblend. Kijk zo omhoog als je het hier zo onder uitblendt. Dat maakt het iets makkelijker en iets smoother. En wat ik dan ook nog altijd doe, want hier mijn oogleden zijn toch wel een beetje donker en dat wil ik niet, is dat als ik het zo een beetje heb uitgeblend, dat ik het dan ook zo een beetje op mijn oogleden aanbreng om die ook een beetje te verlichten. Kijk, dan is het zo gewoon helemaal mooi uitgeblend en het is niet too much. Dus je hebt niet zo'n heel make-up gezicht. En dit doe ik dan ook weer bij de andere kant, weer omhoog kijken en blenden. Oké, dan afpoederen. Overal waar ik concealer aanbreng, breng ik ook poeder aan. Omdat concealer gewoon altijd gaat creasen. Vooral hier zo onder je ogen gaat het heel erg creasen. En als je poeder aanbrengt, gebeurt dat minder snel of gewoon helemaal niet. Hangt er vanaf wat je gebruikt. En het maakt mijn gezicht iets meer mat. En je concealer blijft dan gewoon goed plakken op de plek waar jij het hebt aangebracht. Zonder dat het helemaal gaat verplaatsen na een aantal uur. Een poeder die ik fijn vind is de Nabla Close Up poeder. Ik gebruik altijd een losse poeder. Maar als jij een pressed poeder fijner vindt, dat kan ook. Dat maakt verder niet uit. Met een losse poeder kun je ook baken. Dus zo heel veel poeder aanbrengen. Ik persoonlijk hou altijd van baken. Omdat ik gewoon vind dat ik dan een mooier resultaat krijg. Nou, dan heb ik hier een beetje poeder. Zorg er wel voor dat je geen creases hebt. Dus blend het hier weer een beetje extra uit onder je ogen. Want als je al creases hebt en je gaat poeder erop aanbrengen, dan blijven die erin zitten. Nou, dan pak ik gewoon zo een beetje poeder. En dit breng ik dan zo aan onder mijn ogen. Precies op de plekken waar het normaal zou creasen. En dan ook weer zo een beetje naar beneden. Gewoon helemaal waar ik de concealer ook heb aangebracht. Zoals je ziet breng ik niet te veel aan. Ik ga niet baken. Ik druk het er gewoon zo in. Een beetje en klaar. Ook op mijn oogleden. Met wat er nog op de spons zit, ga ik ook over mijn oogleden heen. Want ook die gaan creasen. En dit doe ik dan ook bij mijn andere ogen weer. Ik breng het vooral aan zo precies onder mijn ogen. En dan trek ik het een beetje door naar beneden. Als jij een vettige huid hebt, breng dan de poeder aan over je hele gezicht. Ik doe dat niet, omdat ik geen vettige huid heb. Dus ik breng het alleen maar aan waar de concealer zit. Nou, dan ga ik mijn gezicht contouren op de meest makkelijke, snelle manier. Veel mensen vragen ook aan mij, Sarah, wat is nou het verschil tussen contouren en bronzen? Bronzen is echt om je gezicht warmte te geven, zodat je die mooie sun-kissed effect hebt. Alsof je bruin bent door de zon. Maar dan door make-up. En contouren is echt om je botstructuur in je gezicht te veranderen. Tenminste, je verandert het niet letterlijk, maar je laat het anders lijken. Het is een soort
soort van optische illusie. Doordat je contourt op de goede plekken, kun je je gezicht smaller maken of breder of meer rond of meer driehoekig of whatever you want. Ik ga altijd voor meer small, because I like that. En dat is ook wat de meeste mensen willen. Een contourkleur is ook iets meer grijzig, iets meer cool tone, terwijl een bronzer iets meer warm is. Een contourpoeder die ik heel fijn vind is de Ethos contourpoeder. En ik gebruik hem in de kleur light medium. Ik doe altijd mijn neus contouren en mijn wangen. Ik breng zo eerst twee strepen aan op mijn neus. Ik vind mijn neus altijd best wel breed. Dus ik wil het altijd ietsje smaller laten lijken. En ik breng het ook zo een beetje hieronder aan. Want dan lijkt je neus iets minder lang. En dan ook mijn gezichtcontouren. Daarvoor gebruik ik altijd zo een platte afgesneden kwast. De kwasten die ik gebruik zijn weer allemaal van mijn kwastenlijn Sarah Marie Cosmetics. De link staat altijd in de beschrijving. En dan breng ik ook nog hier zo contour aan. Precies hier bij je jukbeenderen. Waar je dat bot voelt. Daar zo net onder breng je het aan. Gewoon een beetje, niet te veel. Een handige truc is ook om zo te doen. Want kijk. Dat is dan de lijn die je moet aanhouden. Zo, en that's it. Niet te veel. Je kunt nou gewoon een beetje zien dat er een beetje structuur komt in mijn gezicht. Wat je ook nog kunt doen, waar ik vaak geen zin in heb, is hier bij je kaken aanbrengen. Zo iets onder je kaak erop en er iets onder. Waardoor je een strakkere kaaklijn krijgt. Vooral voor mensen met een onderkin, net als ik, is dit wel een handige truc. Want dan lijkt je onderkin ook wat minder. En dan pak ik zo een platte fluffy kwast. Dit is de Morphe M0 kwast. En daarmee blend ik dan de neuscontour uit. Ik ga er gewoon zo overheen. En ik breng het ook helemaal aan tot hier. Zodat het echt lijkt alsof het echt gewoon mijn neus is die zo smal is. Want als je het hier stopt, dan is het vaak alsof je gewoon twee strepen hebt op je neus. En als je het zo doortrekt, dan lijkt het iets echter. Dan nog een extra stap die ik altijd doe met de nadruk op extra. Want het hoeft echt niet. Het is gewoon iets extra's wat ik doe. Om het hier onder mijn ogen iets lichter te maken en iets meer smooth. Is dat ik nog een banana poeder pressed poeder gebruik. Deze is van Essence. Dit is de Essence pressed banana poeder. De deksel is kapot. En wat ik dan nog doe. Doe dit ook vooral niet als je een droge huid hebt. Is dat ik nog een beetje extra poeder zo pak met mijn spons. En dit dan ook zo erin druk onder mijn ogen een beetje. Ik merk dat vooral met zonnige dagen, als er echt veel zon is en je wilt toch wel make-up op, is dat als je deze extra stap doet, het allemaal toch nog iets beter blijft zitten. En met wat er dan nog op mijn spons zit, ga ik ook over mijn neuscontour. Om het iets meer in te blenden in mijn huid. Zo, nou heb ik aardig wat poeder op mijn gezicht. Dit is altijd het moment waarbij ik mijn MAC Fix Plus erbij haal. En dan een beetje spray op mijn gezicht. Waarom doe ik dit terwijl ik nog niet klaar ben met mijn gezicht? Omdat ik het alle poeder en zo in elkaar wil laten smelten. Zodat het gewoon één mooi groot geheel is. En niet zo poederig voordat ik verder ga met mijn make-up. En dit zorgt er ook voor dat je make-up er op het einde een stuk minder dikkig uitziet. Oké, dan ga ik nou even beginnen met de ogen. Ik wil een hele makkelijke ooglook maken voor beginners. Waarbij je letterlijk maar twee kleuren hoeft te gebruiken. En toch een mooie oogschaduw look hebt. Je kunt ook oogschaduw overslaan en alleen mascara opdoen, maar ik wil toch jullie alle opties geven. Ik gebruik mijn I Heart Revolution Chocolate paletje in de kleur Rose Gold. Dit is een heel mooi en betaalbaar paletje met heel veel mooie kleuren. Ik pak eerst deze matte kleur. Dit is een beetje een rozige kleur. Een donkere rozige kleur. Ik heb ook een hele uitgebreide video gemaakt over oogschaduwblenden. Mocht je die willen zien, check even op mijn kanaal. De meest basic rule die je moet weten als het gaat om oogschaduw is dat je een matte kleur aanbrengt in je arcadeboog, in je crease. En het is wel mooi om een glanzende kleur aan te brengen op je ooglid. Maar uiteindelijk mag je doen wat je wilt. Je kunt ook een hele matte look maken. Whatever you want. Ik pak mijn grote fluffy kwast. Pak altijd een ronde kwast. En breng deze kleur dan gewoon zachtjes aan in je arcadeboog. Ga gewoon zo op en neer. En blend het ook zo een beetje uit naar buiten. En breng het dan ook zo aan hier in je buitenste ooghoek.
op je ooglid. En blijf gewoon blenden totdat het zo mooi is geblend allemaal. En dan pak ik deze hele kleine ronde kwast. Dit is de kleinste kwast in mijn collectie. En ook die matte kleur breng ik dan zo aan op mijn onderste wimperrand. Het makkelijkste om aan te houden is dat je altijd de crease kleur onder je ogen doet. Dan pak ik deze prachtige roze glanzende kleur. En daarvoor gebruik ik een platte kwast en die maak ik nat met MAC Fix Plus. En als je je kwast nat maakt bij een glanzende kleur, wordt die iets heftiger. En deze breng ik dan zo aan op mijn ooglid. En breng dit gewoon zo aan over je hele ooglid, van binnen tot buiten. En als ik dat heb aangebracht, dan pak ik weer mijn fluffy kwast. En dan ga ik een beetje zo over de randen, zodat het in elkaar inblendt en niet zo'n harde lijn is. Ik heb verder niks meer gedaan op de kwast. En dan klaar, that's it. Slechts twee kleuren en dan heb je gewoon een makkelijke ooglook. Dit vind ik de makkelijkste manier. Dan is het tijd voor een winged eyeliner. Dat is niet echt heel beginnersvriendelijk, maar ik wil het toch wel laten zien om uit te leggen hoe je op een makkelijke manier toch een winged eyeliner kunt aanbrengen. Stap 1 is plakband. Pak een klein stukje plakband en breng die zo aan hier bij je buitenste ooghoek. Druk niet te hard, want er zit make-up onder en je wilt niet dat dat eraf gaat. Kijk, want dit is ongeveer hoe ik wil dat de wing gaat. Dus daar breng ik het zo aan. En gebruik dan een pen eyeliner. Echt alle beginners of gewoon mensen die gewoon wel goed zijn met make-up, maar niet met eyeliner, gebruik een eyeliner pen. Dat is echt de meest makkelijke manier. Is veel makkelijker dan een liquid. Want dan moet je veel meer stabiel zijn met je hand en zo. En met een pen hoeft dat gewoon minder. Een eyeliner pen die ik heel fijn vind en ook nog eens betaalbaar is, is de HEMA Ultra Fine Eyeliner Pen. Is slechts 4 euro. Doe wel altijd een beetje zo, zodat alle inkt echt naar de top gaat van de punt. Ik breng altijd eerst zo een lijn aan op mijn wimperrand. Kijk. Oh, hij viel uit mijn hand. Oké, ik heb het weer een beetje gefixt. En ga gewoon steeds over die lijn heen totdat je een goede zwarte lijn hebt. Kijk, en dit is dan gewoon wat je hebt. Wat ook misschien een handige tip is om je elleboog te laten rusten op iets. Dus als je een bureau hebt of whatever, leg je elleboog zo neer en breng het dan aan. Dan is je hand iets meer stabiel. Dan gaan we de wing maken. Je kunt hier gewoon zo makkelijk de plakbandlijn aanhouden. En dan kun je gewoon zo de lijn aanbrengen. Zo. Ik breng het tot altijd ongeveer het einde van mijn wenkbrauw. En dan de lijn terug. En dan inkleuren. En dan kun je hem hier nog zo mooi connecten. Kijk, en dan heb je gewoon zo makkelijk een wing gemaakt. Ik heb hem wel extreem lang gemaakt, want dat vind ik wel leuk. Maar je kunt altijd gewoon iets minder doen. Dat ga ik dan hier ook doen. Dan voor mascara gebruik ik de groene Princess Mascara van Essence. Die vind ik altijd heel erg fijn. En dan ga ik gewoon mascara aanbrengen. Wat ik doe is, ik begin zo onderin en dan ga ik zo links naar rechts, zo omhoog. En dat doe ik zo bij alle wimpers. En dan steeds zo op en neer blijven gaan. En dan af en toe gewoon zo de soort van doorheen kammen. Als je al hele mooie wimpers hebt, dan kun je het gewoon zo laten. Je kunt ze nog krullen en klaar. Maar ik heb echt geen wimpers. Dus ik ga ook nep wimpers opdoen. Nep wimpers is ook niet heel beginnersvriendelijk. Maar ik wil het ook weer toch wel laten zien. Zodat ik kan uitleggen hoe ik ze opdoe. En ook voor mensen die net beginnen met nep wimpers, kun je gelijk zien hoe je ze nou precies moet opdoen. Ik heb hier mijn Tati wimpers in de stijl TL3. Deze zijn nieuw, nog niet opgedaan. Dus dan kan ik gelijk laten zien wat ik dan doe. Nou, wat moet je hebben? Een pincet en een schaartje. Ten eerste begint dan met het uit de verpakking halen. Ga niet vanuit links of rechts eraan trekken, want dan gaan ze snel kapot. Wat ik altijd doe is zo vanuit het midden ze er een beetje zo uit duwen. Kijk, als je het zo vanuit het begin een beetje eruit duwt, dan gaat hij gewoon zo makkelijk los. Mijn ogen zijn vrij smal en rond, dus wimpers zijn altijd veel te lang voor mij. Kijk, dit zou echt veel te lang zijn, dus ik knip er altijd een beetje van af. Ik knip altijd vanuit de buitenkant en ik knip er ongeveer zo een bosje zo van af. Zo, ongeveer dit.
En dan blijft dit over. En kijk, hier in het begin zie je dat dit een beetje uitsteekt. Dit gaat in jouw oog prikken als je dit er niet afknipt. Dan de wimpenlijm die ik altijd gebruik is de zwarte van Queen Tarzi. Maar deze is al bijna leeg. Dus ik heb een andere gekocht. Ik heb de Ardell Lash Grip gekocht. Nog nooit geprobeerd. Hij is ook zwart. Dus deze is nieuw voor mij. Ik breng het altijd gewoon zo gelijk vanuit dit ding zo erop aan. Maar voor een beginner is dat misschien nog een beetje ingewikkeld. Dus wat je dan kunt doen is gewoon een beetje zo aanbrengen op je hand. Pak dan een wattenstaafje. Maak het nat. Want als je het niet nat maakt, is hij droog. En dan kunnen de haartjes hier afgaan, hier opgaan en dan in je oog gaan. En dat is niet wat je wilt. Dan pak ik zo een beetje van mijn hand af. En dit breng ik dan zo aan op de wimperrand. Gewoon erop, jongens. Kijk, dan heb je zo een lijntje met lijm. En dan moet je altijd even wachten. Ga het niet gelijk aanbrengen, want de lijm is nog niet droog. En dan wordt het één grote bende op je gezicht. Wat ik dan doe, terwijl ik wacht, is even mijn wimpers krullen. Deze echt super vies, maar oké. En dan een beetje zo doen met de wimpers, zodat het een beetje flexibel wordt. En dan breng ik het gewoon zo vanuit het midden aan op mijn wimperrand. Ik breng eerst het middenstuk aan, dan de buitenkant. En dan met een pincet breng ik de binnenkant aan. En die druk ik heel hard aan, want die gaan altijd los bij iedereen. Zo, en dan breng ik nog een beetje mascara aan op de onderste wimpers. Een bronzer die ik echt super fijn vind. Hij is betaalbaar, dus ideaal voor een beginner. Dat is de PS Bronze Glow van de Primark. Hij is maar 3 euro. Hij is mat. Ik heb hem in de kleur Fearless. In de gezichtkwasten set van mijn lijn heb je ook een bronzerkwast. Dus deze is ideaal. Hij is heel groot, maar hij is ook zo een beetje platachtig, zoals je kunt zien. Kijk, zo van de zijkant is hij plat en niet rond, waardoor hij echt de bronzer aanbrengt alleen op de plekken waar die echt moet zitten. Ik heb een best groot voorhoofd, dus ik breng altijd best wel veel aan. Als je een klein voorhoofd hebt, breng dan iets minder aan. Ik begin altijd hier zo links en dan maak ik het zo daar een beetje bronzy. Kijk, je ziet gelijk verschil. Hier is nou niks en hier wel. Dat is dus wat de bronzer doet. Hij maakt jouw gezicht iets meer warm. En dan begin ik hier rechts. Ik sla dit stuk over, want die moet verlicht blijven. Dat is de plek waar je concealer hebt gedaan. En dan ga ik ook zo hier bij mijn wangen een beetje bronzen. Dit doe ik gewoon ook op de plek waar ik contour heb gedaan. Maar nu ben ik iets meer wild. En dan kun je ook altijd nog zo bij je kaak gaan. Dan blush. Een van mijn favoriete blushes is de Milani Baked Blush in de kleur 05 Luminoso. Een mooie glanzende peachy kleur. In mijn kwastenset heb ik ook de blush kwast. Die gaat zo in een puntje zo omhoog. Die vind ik altijd heel fijn voor blush. Maar ik zag dat heel veel mensen ook de contourkwast gebruiken als blush kwast. Dat kan ook gewoon als je een iets kleiner hoofdje hebt. Dan kun je ook deze gebruiken als blush. En als je dan zo een beetje lacht, dan wordt dit zo rond. En daar breng ik het dan altijd zo een beetje aan. En dan ga ik zo omhoog. Weer ook waar de contour zit, maar dan ietsje hoger. En dan gewoon zo een beetje aanbrengen. Als highlighter gebruik ik mijn Maybelline Master Chrome in de kleur 100 Molten Gold. En in die kwastenset zit ook deze highlighter kwast. Deze vind ik super fijn. Hij is zo smal en fluffy, waardoor je hiermee zo mooi de glow kunt aanbrengen. Gebruik altijd goede kwasten, want als je dat niet doet, wordt de make-up look toch niet hoe jij wilt, ondanks dat je de meest dure, goede producten gebruikt. Nobody cares. Als je kwasten niet goed zijn, wordt het gewoon vaak iets minder mooi of gewoon niet mooi. Veel mensen weten ook al, ik heb mijn kwastenlijn. Ik heb 2 kwastensets uitgebracht. Een gezichtkwastenset en een ogenkwastenset. Niet alleen omdat het mijn kwasten zijn. Ik vind ze echt super goed, obvious. Maar de 2 sets zijn ook ideaal voor beginners. Omdat ik ze ook echt zo heb gemaakt. Elke kwast die je moet hebben zit erin. Dus ja, voor een beginner is het ideaal. Dan pak ik een beetje highlighter. Vergeet niet om af te tikken. En die breng je aan op je jukbeenderen. Zo breng die zo een beetje aan. Ik trek het altijd best wel ver naar voren. Maar het hangt ook af van je huid. Als je heel veel acne hebt of een hele onzuivere huid, breng dan niet hier zo te veel aan. Anders accentueer je juist al die plekken die je niet wilt accentueren. En dan breng ik het gewoon zo aan in een soort van streepje zo. En dan ook zo een beetje omhoog. Zo richting mijn voorhoofd.
Wat ik dan ook altijd doe voor die extra glow is met wat er nog op de kwast zit. Ook een beetje zo hier zo heel lichtjes aanbrengen bij mijn voorhoofd. Dan pak ik weer die mini ronde kwast. En dan breng ik het ook aan hier in mijn binnenste ooghoek. Om het daar een beetje te verlichten. En ik breng het ook aan op mijn neus. Ik begin altijd met zo'n puntje hier. Dan ga ik zo in een lijn. En dan breng ik het ook zo hier aan. En dan zo met mijn vinger doe ik het dan een beetje zo indeppen. Nou, dan de lippen. Omdat mijn ogen een roze kleur zijn, ga ik ook voor een licht roze nude kleur voor de lippen. Ik gebruik mijn Revolution X Sauve lipstick in de kleur Cake. Dit is een lichtige roze kleur. En daar ga ik dan nog overheen met een gloss. De Essence Plumping Nudes Lip Gloss. Dit is de kleur 03 She's So Extra. En die breng ik er nog overheen aan. En dan blijft als laatste een setting spray over. Setting spray zorgt ervoor dat je gezicht nou helemaal mooi in elkaar smelt. En het een mooi geheel wordt. Het wordt minder dikkig, minder make-uppy. Minder alsof je zoveel make-up op hebt. En het laat je make-up lang erop zitten. Ik hou altijd van een glowy spray, want dan is mijn gezicht zo een beetje glowy en dat vind ik persoonlijk altijd mooi. Ook voor mensen met een droge huid, glowing sprays zijn echt the way to go. Heb je een vettige huid, ga dan voor een matte spray. Een glowy spray die ik heel fijn vind is de Technique Magic Mist. Wel altijd goed schudden. En dan zijn we klaar. Nou mensen, dit was dan de look. Dit is mijn dagelijkse glam look. Dit is dus echt gewoon een hele makkelijke glowy look en je kunt het doen met welke producten je ook hebt. Ik hoop dat ik alles goed heb uitgelegd en goed heb verteld en het ook echt begrijpbaar is. Begrijpbaar, ik weet niet of het een woord is, maar ik hoop dat iedereen het goed begrijpt. Heb je nog vragen of is er nog iets waar je mee zit? Stel de vraag dan in de comments. Ik lees het bijna altijd wel en ik antwoord ook als ik een antwoord heb. En wat ik vooral hoop is dat mensen deze video makkelijker gaan vinden dan mijn andere beginnersvideo. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet om te liken en te abonneren. Abonneren kan hierdoor op mijn hoofd klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!